Nou, vandaag weer een nieuwe aflevering van Mysteries in Nederland van ons kanaal. Vandaag een bijzondere uitzending. We hebben een gast. En deze gast gaat iets vertellen over een mysterie in Nederland waar ik zelf ook nog nooit van gehoord had. Maar ik zou zeggen, André, stel je even voor en wat gaan we vandaag doen? Ja, ik ben André van Delft. Mijn achtergrond is, ik ben wiskundige en ik heb in de ICT gewerkt. Maar mijn hart gaat ook vooral uit naar bijzondere dingen, zoals ook waar Eelco en Henk het over hebben. Maar bij mij is dat eigenlijk begonnen door een studie van mijn vader. Die onderzocht bijzondere verschijnselen, onder andere verschijningen van Maria in Amsterdam. Die daar zouden zijn plaatsgevonden van 1945 tot 1959. En voor mij spelen die verschijningen ook een grote rol in mijn leven. Ik geloof er dus in. Ik heb ook rare dingen erover meegemaakt. En nog belangrijk eigenlijk, mijn ouders hebben elkaar getroffen door deze verschijningen in 1955. En zonder die verschijningen zou ik er dus helemaal niet zijn geweest. En misschien ook iets anders wat er niet zou zijn geweest zonder die verschijningen. Dat is eigenlijk de samenwerking tussen Eelco en Henk. Want op 31 mei 2020, tijdens die lockdown, was er een viering vanuit een kapel waar we nu zo meteen heen gaan in Amsterdam. En dat was de afscheid van bisschop Punt van Haarlem. Dat was de laatste mis die hij opdroeg. En toen heb ik daarover getweet. En Henk, die ik helemaal niet kende, die zag mijn tweet en die nam contact op. En zo zijn wij bevriend geraakt. En nou kende ik Eelco al een tijdje. En toen heb ik Eelco en Henk met elkaar in contact gebracht. En vandaar dat het Mysteries in Nederland geworden is wat het is eigenlijk. Kun jij iets vertellen over de verschijning zelf dan? Wat is daar gebeurd? Is het een Maria-verschijning of was het Jezus? Wat is er gebeurd? Dat begon in maart 1945. Er was een vrouw, Ida Peerdeman. Die zag, als ik het goed heb, Maria in de huiskamer. En Maria zei zoiets als 3, 4, 5, als ze die 3, 4, 5 vingers zien. En de 3 stond voor maart 1945, het was toen nog oorlog natuurlijk. 4 was april en 5 stond dan voor 5 mei, zei Maria. En dat was natuurlijk ook, werd natuurlijk later de bevrijdingsdag. Daarna zijn nog tientallen, is Maria nog tientallen andere keren daar verschenen. En er zijn allerlei, ze heeft daar allebei dingen gezegd, allemaal visioenen laten zien aan de zieneres. En het zijn een beetje vaak bij wat rare berichten. Dus het is ook na 70 jaar nog niet echt goed duidelijk wat er nou precies altijd bedoeld wordt. Maar sommige dingen lijken heel erg sterk te staan op onze situatie nu. Marie heeft onder andere daar 20 keer gezegd, deze tijd is onze tijd. En nou, iets anders wat ze heeft gezegd is, keer tot uzelf. En dat zou je kunnen interpreteren als, ontdek nou eigenlijk wie we zelf eigenlijk zijn. Hè? Zijn we gewoon eenvoudige mensen die elke dag naar werk gaan enzovoorts en dat ons levensopdracht is? Of hebben we eigenlijk wat meer te doen? En zijn we eigenlijk zielen die tijdelijk een materieel lichaam hebben? Grappig, André, dat zo gegaan is. Maar waarom is dat eigenlijk zo onbekend in Nederland? Waarom weten we daar niks van? Ja, het is wat anders dan in Lourdes. Maar Lourdes is destijds ook begonnen eigenlijk tegen de zin van de kerk in. En hier had
de zieneres, Ida Peerdeman, ook niet echt medewerking van de kerk. En dat heeft meerdere redenen. Misschien was men in de katholieke kerk bang dat een Mariaverschijning in Nederland niet goed zou vallen bij het protestantse deel van de bevolking. Een andere reden is denk ik dat de verschijningen ook wel wat kritisch waren ten opzichte van de kerk. En ook een iets andere indruk geven van wat Jezus en God met ons wil dan wat de kerk zegt. En een van de belangrijke dingen daarbij vind ik dat Maria heeft gezegd dat mensen niet slecht zijn, maar zwak. En je kan dus onze zondigheid zien als slechtheid, van ja, je bent zondig en daarom moet je allemaal boete doen enzovoorts. En dat is ook een middel voor de kerk om mensen klein te houden en niet alleen voor de kerk eigenlijk. En dat zien we nu ook wel terug met die CO2-gekte, we zijn allemaal zondig, dus maar klein houden. Maar we zijn niet zondig, we zijn helemaal niet slecht, we zijn mooie wezens, maar we hebben wel onze zwaktes. En het is op zich goed om die zwaktes te leren kennen. Nou, dat is iets wat dus niet, misschien niet goed ligt bij de kerk. Een ander ding wat moeilijk lag, is een gebed wat Maria zou hebben gegeven. En het is een kort gebed, even groot als het Onze Vader. Ja, het gebed luidt als volgt. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zet nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwoording, rampen en oorlog. Mogen de vrouwen van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. Amen. Nou, dat is het gebed. Prachtig. En het lastige zinnetje voor de kerk, of waar ze niet blij mee waren, ook al in de jaren 50, is het zinnetje die eens Maria was. Ze is er niet alleen voor katholieken om ons te helpen, maar ook voor alle christenen en ook voor mensen van hele andere geloven en zelfs voor mensen die helemaal niet geloven. Nou, misschien kan ik dat wel aanvullen, dat is wel leuk, over dat zinnetje die eens Maria was. Want ik ben natuurlijk op zoek naar dubbele bodems in alle religieuze verhalen en mysteries en mythologie. En van Maria, daar zijn zeker dubbele bodems voor aan te wijzen. Maria is natuurlijk de moeder van Jezus, maar ze staat ook symbool voor alle moeders van de wereld. Ze staat ook weer symbool van moeder aarde. En in een groter perspectief staat ze symbool van het vrouwelijke, van het goddelijke. Dus eigenlijk het scheppende van alle levende wezens. Dus in die zin heeft dat zinnetje wel heel veel betekenis. Ja, in ieder geval was dat zinnetje in de jaren 50 al een twistpunt voor met de kerk. En later heeft de kerk, de bisschop van Haarlem, toch enige erkenning gegeven aan deze verschijningen. Dat is in de jaren 90 gebeurd. Maar er was grote weerstand in het Vaticaan. Hier is echt, naar mijn idee, om gevochten, bij wijze van spreken. En een jaar of 20 geleden, begin het jaar 2000, is er een ingreep geweest door het Vaticaan. En men heeft eigenlijk dat zinnetje eruit gehaald en vervangen door iets anders, namelijk de Heilige Maagd Maria. Dus wat bidt men dan nu in de kapel? Mogen de vrouwen van alle volkeren de Heilige Maagd Maria onze voorspreekster zijn. Amen. Zo eindigt het nu, maar voor veel mensen is dan daarmee ook wel de kracht van het gebed eruit. En ik bid het zelf dus helemaal niet op die manier. Het ligt dus heel gevoelig, dit gebed, maar het is ook die verschijningen. En ja, het is mij niet duidelijk welke kant het nu opgaat. Tijdens het begin van de coronaperiode heeft de paus eigenlijk nog de verdere devotie, de verering van Maria, niet de aanbidding, maar de verering van Maria, eigenlijk verboden. En toen zijn nog een aantal websites, zijn zelfs verdwenen, onder andere een website waar eigenlijk al die boodschappen, die uitspraken van Maria op stonden. Die is gewoon van het web gehaald. En je kan die nog wel vinden in archive.org. André, welke rol speelt dat eigenlijk in je eigen leven?
Nou, zoals ik zei, speelt het een hele grote rol. Alleen al om het feit dat mijn ouders elkaar gevonden hebben door die verschijningen. Mijn moeder had ervan gehoord via de werk en ze is in 1955 gegaan naar een mis in een kerk in Amsterdam. En daar zou dan die vizienderes zijn die de verwachting was op 31 mei 1955 dat daar Maria dan zou gaan verschijnen. Dat zou dan ook zijn gebeurd. En niet dat mijn moeder dan echt iets bijzonders heeft gezien, maar ze was sterk onder de indruk. En ze heeft toen ook een lezing georganiseerd. En een vriendin van haar die vertelde het aan haar neef. En die was dan te laat voor de lezing. Dat vond het wel jammer, maar die heeft contact opgenomen met mijn moeder. En dat klikte en een half jaar later zijn ze getrouwd. Dus op die manier speelt het een grote rol. Mijn vader die had een grote belangstelling voor verschijning van Maria. Hij had al in rond 1950 een heel artikel geschreven in de Tilburgse Courant over de verschijning van Maria in Frankrijk. En hij was eigenlijk bedrijfseconoom, maar daar ging zijn hart niet naar uit. En had een baan in Noordwijk en zo rond 1960. Maar zijn hart ging uit naar die studie van die verschijningen van Maria. En daarom functioneerde hij ook niet zo echt goed op zijn werk, werd hij ontslagen. Maar daardoor kon hij zich wel helemaal toeleggen op zijn studie. En dat had goede en minder goede kanten. Een wat lastige kant was dat we geen inkomen meer hadden en dat gaf wel spanning in het huis. Ja, ik was dan een jaar of zes en daar kan ik niet zoveel van herinneren, maar het was een beetje een spannende tijd. Maar mijn vader die onderzocht dus dingen en ik probeerde dat op een wetenschappelijke manier te doen. Maar er was ook een bepaald soort intuïtie dat hij voelde, misschien een inspiratie. En zo kwam hij in de zomer van 1965 op het idee dat de bisschoppen van Nederland een gevaar liepen. En dat begon hij langzaam maar zeker uit te werken. En ik kan het een beetje reproduceren, want ik heb zijn archief en hij typte toen alles uit. En hij bewaarde al die versies. En waar het op neerkwam, was dat er waren 7 bisschoppen in Nederland. En hij had een droom van een heilige Don Bosco geïnterpreteerd. Dat 3 van die 7 bisschoppen ernstig gevaar liepen. En zelfs ook nog een 4de. En er was nog een andere droom van iemand die daar ongeveer op neerkwam. Mijn vader kreeg ook nog een paar bevestigingen van zijn vermoedens. En toen voelde hij zich in januari 1966 zich zeker genoeg om de bisschoppen ook een brief te schrijven. Dat is een hele vreemde brief eigenlijk. Ik heb hem zelf wel 5 keer moeten lezen voor ik hem een beetje begreep. Maar hij zei, er dreigt groot gevaar voor 7 van jullie. En voor 3 van jullie 7. En een reden zou kunnen zijn, bijvoorbeeld voor de bisschop van Haarlem, dat hij de verschijningen van de vrouw van alle volkeren niet op een eerlijke manier heeft laten onderzoeken. En dat mijn vader verwees daarbij denk ik vooral naar een psychologisch onderzoek dat Ida Peerdeman had ondergaan in de jaren 50. En ze werd een beetje voor gek verklaard, of nou, dat is mijn indruk wel. En dat was dus niet eerlijk onderzocht door de kerk. Nee. En mijn vader schreef ook nog dat de bisschop van Breda, die had eigenlijk iets soortgelijks gehad in zijn bisdom. En ook die liep gevaar. Nou, mijn vader stuurde die brief ergens in januari 1966 naar die bisschoppen. En 2 dagen later stond er een bericht in de krant dat bisschop Bekkers van Den Bosch een hersentumor had. En dat was al opvallend, want die bisschop heeft dan op 1 dag dat bericht gehad van zijn dokter, maar ook die brief van mijn vader. En mijn vader had ook iets genoemd in zijn brief. Misschien begint op 10 maart aanstaande voor jullie deze tijd. Nou, op 9 maart om 16:15 bij het ondergaan van de zon. En dat is het moment waarvoor de katholieke kerk de nieuwe dag begint. Dat is eigenlijk 10 maart. Toen is bisschop Dodewaard van Haarlem overleden. En Haarlem was natuurlijk het bisdom van de verschijning van de vrouw van alle volkeren.
En inderdaad is dan zijn binnen 14 maanden zijn nog twee andere bisschoppen overleden. Natuurlijk bisschop Bekkers van den Bosch, maar ook bisschop De Vert van Breda. Dus twee van de zeven bisschoppen die mijn vader had genoemd, hè, die zijn dus inderdaad overleden en nog ook een derde. En dat was, dat is ook bij mijn vader, bij onze gezin behoorlijk ingeslagen. En ik heb daar zelf toen destijds niet echt iets van gemerkt, maar er zat toch gewoon een bepaalde spanning in. Het was ook niet altijd even leuk natuurlijk. Later heeft mijn vader nog meer van dit soort voorvallen meegemaakt. En het voert nu even iets te ver om daar verder door te gaan. Maar ik wil ook nog wel noemen wat het dan voor mij dan verder betekent. Dat gebed van de vrouwen van alle volkeren, dat bid ik elke dag. En dan niet de hele tijd, eigenlijk maar één of twee keer. In ieder geval als ik in bed lig. En dan duurt het 20, 30 seconden en ik slaap dan over het algemeen goed. Afbeelding van Maria zoals ze zou zijn verschenen aan de zieneres. Maria had dan gevraagd aan de zieneres om ervoor te zorgen dat dit geschilderd zou worden door een echte professionele schilder. Die heeft dat dus gedaan op aanwijzingen van de zieneres. En Maria staat hier dus voor een kruis. Er zou dus een 1 of 2 meter tussen haar en het kruis hebben gezeten. Er is een licht achter haar en dan om haar heen, om haar hoofd heen staat de vrouw van alle volkeren. Ze staat op een wereldbol met één voet op Nederland en Engeland en Duitsland, geloof ik. En onderaan die wereld, onder die wereldbol, daarnaast, zie je allemaal schapen. En een paar van die schapen zijn zwart. En dat is een beetje misverstand geweest. De schilder dacht van dat zijn zwarte schapen in een figuurlijke zin. Maar Ida Peerdeman vond dat het te weinig zwarte schapen waren, want ze stonden voor de mensen met een donkere huidskleur. Niet zozeer iets figuurlijks. Wat mij ook opvalt is de lichtval van deze afbeelding. Er komt wat licht uit de handen van Maria, maar er is wel een licht dat uit dat kruis lijkt te komen. Maar heel apart vind ik dat de rechterkant van het hoofd van Maria wat donkerder is dan de linkerkant. Ja. Dat is een asymmetrie die je verder ook eigenlijk alleen maar in die wereldbol ziet. Ja, Ilko, we staan hier dus hier bij de kapel buiten. We zijn net binnen geweest. We mochten wat opnames maken. Ja, en vroeger werd er geloof ik al wat moeilijker over gedaan. Maar het is wel mooi dat we wel even binnen zijn geweest. Hele rustige, serene sfeer. Hè? Ja, ja. Ik heb zelf dus wat ook wel een aantal keer bijzondere dingen meegemaakt met deze verschijningen. Het gaat een beetje te ver om daar veel details over te geven.
En sommige dingen zijn wel heel persoonlijk, dus die geef ik ook niet. Nee. Maar qua locatie, ik heb toch een paar dingen noemen. Je hebt hier het voormalig huis van Wim en Geert Thuisenberg, dat is heel bekend. Dat is ook een mooie toeval dat het hier... Is dat dit huis of staat het huis erachter? Hier hebben zij gewoond. Okay. Dus veel mensen weten niet wat te vinden. Nou, aan de andere kant heb je de RAI, dat hele grote centrum. En het is juist op die... Op dat huidige terrein van de RAI, waar Maria zou zijn verschenen onder andere. Onder andere in een boom. Oké. En rare dingen die ik dan hier heb meegemaakt, is eigenlijk, ik doe soms onderzoek naar mensen die in de publiciteit zijn om een of andere reden. En zo was er ook een politicus van een grote politieke partij. Of niet echt een politicus, maar wel de voorzitter. Ja, ja. Die een paar jaar geleden in opspraak kwam. Ik ga geen details geven. Maar ik ging hem nazoeken, ik ging alles googelen over hem. En toen kwam ik erachter waar hij had gewoond, enkele tientallen jaren geleden. En dat was precies hier aan de overkant. Okay. Dat vond ik wel heel apart, dat ik dat weer mee moest maken. Ja. En toen ging ik nog wat verder zoeken en ik kom bij geboorteannoncen en een overlijdensadvertentie op zijn krantenpagina. En bij de ene pagina was er een grote advertentie van CNA ook. Nou, de familie Brenninkmeijer van CNA heeft deze kapel geschonken. Oh, ja, ja. En bij de andere annonce of zo van die man aan de overkant, stond weer een overlijdensadvertentie van iemand, ik denk uit het bankwezen, maar in ieder geval Wim en Greta Thuisenberg, die betuigde medeleven. Dus dat vond ik heel apart. Dat is allemaal bij elkaar. Ja, en dan een paar jaar geleden heb ik ook weer zoiets meegemaakt, maar op een andere manier, maar ook weer een actuele gebeurtenis. En ik ga niet alle details geven, maar ik wilde weten waar een zeker huis stond. Want er was sprake van dat er een beetje vreemde transactie was met een duur huis. Yes. En ik voelde gewoon dat moet hier vlak bij de kapel zijn. Okay. Ik wist alleen dat het in Amsterdam-Zuid was. Ja, ik voelde het is in de kapel en ik wist de naam van iemand. Okay. Dus ik google op Diepenbrokstraat, de straat waar we nu zijn, en de naam van die man. Ja. En ik kom achter dat huis. Okay. Via een Slovaakse site. Heel vreemd. En dan blijkt dan ook weer dat huis inderdaad een paar honderd meter hier verderop te zijn, in dezelfde straat. Ook weer het huis waar dan voormalig onroerend goedhandelaar Willem Enstra heeft gewoond. Oh, ook weer. Dat bleek dan ook. Ja, en dat soort rare dingen maak ik dan mee. Dus daar is iets aan de hand. Hè. Ja. Dat wil niet per se zeggen dat eruit volgt dat het ook allemaal goed is enzovoorts. Ik denk het wel, maar dat kan iedereen voor zichzelf uitmaken. Ja. Bijzonder hoor, bijzonder. Ja. Nou, ik vind het heel bijzonder. Ik ben, zoals je weet, ben ik niet zo'n gelovig mens als jullie. Ik onderzoek wel veel mysterieuze plaatsen in Nederland. En ik moet zeggen, al die plaatsen, daar kom je dit soort verhalen heel veel tegen. Dus er is waarschijnlijk toch wel bepaalde krachten die dan gestuurd worden. En hoe toevallig je het ook allemaal vindt, ik vind het dan wel weer bijzonder dat de katholieke kerk zich daarmee bezighoudt. Met name ook op de hogere regionen in het Vaticaan. En dat wij daar in Nederland dus weer helemaal niks van mogen horen. Dus dat vind ik dan wel weer super bijzonder. En dat overstijgt weer de toevalligheid. Dus ja, dat hier wat aan de hand is, is wel duidelijk. Ja, toch opmerkelijk inderdaad dat in Nederland het nauwelijks bekend is. En eigenlijk in het buitenland zijn deze verschijningen bekender. Althans in sommige buitenlanden, in Duitsland bijvoorbeeld denk ik. En Filipijnen was ook vrij groot daarmee. Oh. En er waren ook vanaf halfwege de jaren 90 waren er ook gebedsbijeenkomsten. Vaak in de RAI. En tot wel 10.000 mensen kwamen er dan. Vooral uit Duitsland met bussen. Okay. En intussen, heel veel Nederlanders is dat ontgaan in de jaren 90. Ja. En later werden die bijeenkomsten wat kleiner en die werden nationaal. Maar in Keulen, in Duitsland, waren er grotere gebedslagen. Ja. Maar in Nederland werd het kleiner. Het ging naar Helo of naar de Nicolaaskerk hier in Amsterdam. Ja. En en dan met de coronatijd werd het eigenlijk een beetje kapot gemaakt. Ja, ook mogelijk. Maar dat mondde dan wel weer uit in mijn contact met Henk. Ja, over Henk gesproken. Henk is heeft natuurlijk ook de priesteropleiding van de katholieke kerk ooit gedaan. En die houdt zich bezig met spirituele plaatsen. Henk, is dit ook een beetje een spirituele plaats die je bent tegengekomen? Ja, voor mij is dit wel een spirituele plek, ja. Ik was er nog niet eerder geweest, maar mijn moeder heeft hier wel veel tijd in gestoken. Mogelijk heeft ze zelfs de vader van André gekend. En ik heb al die medailles heb ik ook thuis. En de plaatjes. En ik was heel benieuwd. En hoe ver is dan alles weer toevallig? Hè?
Ja. Het komt allemaal bij elkaar. Ja, ja. Ja, het is mooi dat, dat ik jou en André heb leren kennen. En dat we dit kunnen doen. En dat we hier zeg maar ook wat bekendheid aan kunnen geven voor de mensen in Nederland. Want het is toch vrij onbekend. En wat ik vooral interessant vind, en die vraag richt ik aan André. André, wat is de impact voor de huidige tijd? Ja, dat is een goede vraag. Mij heeft bijvoorbeeld gezegd tegen de zienares, er is een grote ontwikkeling ten goede in de wereld. Juist daarom roert het kwaad zich. De mensen zijn niet slecht, maar zwak. Nou, dat is een heel erg mooi ondersteunend bericht voor ons. Hè? Dus, het is alleen maar logisch dat het slecht lijkt te gaan in de wereld als het eigenlijk onderliggend heel goed gaat. Dus dat, ja, het moet nou eenmaal gebeuren dat we nare dingen meemaken. Ja. Maar we hoeven dus ons ook niet klein te laten maken door om ons schuldig te laten voelen, want we zijn niet slecht. Gewone mensen zijn niet slecht. We hebben onze fouten, daar moeten we van leren, dat zijn onze zwaktes. Dat legt Maria eigenlijk heel keurig uit in een kort zinnetje. Ja. En iets anders wat ik wil noemen is, nadat ze dat gebed heeft gegeven, zegt ze, laat de mensen toch vooral denken aan het belangrijkste gebod, de liefde. En dan zullen de kleine mensen zeggen op de aarde van, ja, wat kunnen we daarmee? Want het zijn de grote die ons dit allemaal aandoen. En dan zegt Maria tot de kleine, als je de liefde tot onder elkaar, tot in de finesses doorvoert, dan zijn de grote der aarde machteloos. Nou, dat is een prachtige zin. In deze tijd natuurlijk een heel hoopvol bericht. Maar het is ook gelijk iets magisch wat Maria daar eigenlijk zegt. En ik denk zelf dat de grote der aarde niet alleen met geld regeren, maar en dat soort dingen met materiële middelen, maar dat ze ook zwarte magie bedrijven. En daar staat dan dit recept van Maria dan tegenover, de liefde. En dat maakt, dat kan dus alles overwinnen. De liefde overwint. Ja, en Maria heeft er nog een paar andere dingen gezegd na die uitspraak, op dezelfde dag. Onder andere, het is op het moment een ideeënoorlog. De strijd is niet langer tussen rassen en volkeren. De strijd is om de geest. Begrijp dit goed. En ze maakt ook nog een opmerking over de volkeren in het oosten die de leer van Jezus niet kennen. En ze zegt, wij zorgen voor hen. En dat vind ik ook een hele mooie uitspraak. Je hoeft helemaal niet per se het goede geloof te hebben. God zorgt voor iedereen. En het is dus oprecht de vrouwen van alle volkeren. Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje een verklaring dus van die titel. Hè? God is er voor iedereen. En die heeft dan een taak gegeven aan Maria om eigenlijk voor ons te zorgen dat we, als we misschien ons toch een beetje beschaamd voelen om bij God aan te kloppen, dan kunnen we altijd ook nog wel bij Maria iets neerleggen. Okay. En dan zorgt, ja, dan kan Maria het zelf naar Jezus brengen of naar God, hè? Maar ja. Zo kun je dat zien. Het is allemaal wat makkelijker, wat meer toegankelijk voor mensen dan Jezus en vooral God misschien is. André, ik vond het een heel bijzondere reis. En ik denk dat Eelco dit kan met mij delen. Echt een mysterie, hè? Ja, het is zeker een mysterie. Dus we willen jou ook ontzettend bedanken voor jouw kennis. Heb je nog wat? Nou ja, het is al misschien het einde van de opname bijna. Maar ja, ik wou nog iets zeggen over de eindtijd. Ja. Want ik denk dat deze verschijningen bedoeld zijn voor de eindtijd. En de eindtijd in de Bijbelse zin. En dan moet je niet denken van dat de aarde helemaal zal vergaan of zo. Ik denk dat het einde is van een duizenden jaren lange heerschappij van het kwaad over de aarde. Mm-hmm. En mijn vader onderzocht dit soort dingen, die maakte allemaal rare dingen mee in dit verband. Dan is er een stukje in de Openbaring van Johannes dat naar mijn idee slaat op die eindtijd en vooral op de speciale rol van Nederland daarin. En ten goede en ten kwade. En dat stukje van die Openbaring wil ik even uit mijn hoofd voorlezen. Okay. Het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En het geluid van bruiden en bruidegom zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grote der aarde. Door uw tovenarij zijn alle naties misleid. Nou, waarom denk ik dat deze frase uit de Openbaring van Johannes dan slaat op Nederland in deze tijd? Onder andere door het gebruik. Hè. Het gaat over alle naties, alle volkeren.
maar ook de grootte der aarde. Daar heeft Maria het ook over. En dat, het gaat ook over kooplieden. En er zijn meerdere aanwijzingen dat dat staat op Nederland. En een van de aanwijzingen is eigenlijk, ja, het is een land van de kooplieden natuurlijk. Dat lamplicht is ook nog wat. Dat gaat nu iets te ver, maar mijn vader had er ook wel iets over gevonden. Maar ook wat Ilko me vertelde een paar jaar geleden, dat was dat in deze regio van Europa was het gebruik dat vrouwen altijd een lampje lieten branden, eeuwigdurend lieten branden in huis. Dus dat staat ook op deze regio. En nog even over dat woord tovenarij in de Openbaring van Johannes. In het Grieks is dat pharmakia, dus het wijst misschien ook op dingen die heel actueel zijn en een rol van Nederland daarin. Maar in ieder geval speelt Nederland ook een heel erg positieve rol. En dat maak ik zelf mee. Ik heb de laatste jaren veel mensen ontmoet met heel bijzondere spirituele ervaringen. En ook deze verschijningen van Maria hebben daarmee te maken. En ik denk dat dat voor iedereen ook een hoop kan bieden. En maar terecht hoop, dus geen valse hoop, terecht hoop dat het goed komt. En ik zou iedereen aanraden om dat gebed van de vrouwen elke avond te bidden. Of bij het slapen gaan, 20 seconden of zo duurt het. Hoeft niet lang te zijn, het moet ook niet lang zijn. Hè? Maria zegt ook wel, niet gebed alleen, zeker niet. Ook actie, ook dingetjes, dingen goed doen in je leven. Maar okay. Ja, dat is het. André, ontzettend bedankt voor al je kennis en dat je dat hebt willen overdragen. En ik weet niet of Ilko er nog iets aan toe te voegen heeft. Ja, bijzonder verhaal André, dankjewel. Het is zeker een mysterie. En nogmaals, wat je er ook van mag vinden als kijker, het is toch wel vreemd dat het Vaticaan zich hiermee bezighoudt. En dat is wel mooi. Ja. Nou, dankjewel voor de uitnodiging om hier aan mee te doen.